Vandaag stond Niels M. terecht op verdenking van de roof van twee schilderijen. Van Gogh en een Frans Hals uit twee musea, Leerdam en Laren, vorig jaar. Twee hele spectaculaire roven. Gebeurden allebei bij een paar minuten, waarbij met veel geweld ook een deur werd ingeslagen, bijvoorbeeld in Laren. En de schilderijen zijn nog steeds zoek. En politie en justitie hebben een man aangehouden, deze Niels dus, na een DNA-match. Er was DNA aangetroffen op een soort spanband die was gebruikt bij de roof in Leerdam, waarmee de rovers of over de muur zijn geklommen of een schilderij over de muur hebben getrokken, volgens politie en justitie. En het DNA van Niels zat in de databank, omdat hij eerder is betrokken geweest bij grote roven, waaronder ook een kunstroof met een explosief. Dus zo kwam hij in beeld. En dat is ook het belangrijkste bewijs eigenlijk. DNA, wat is aangetroffen van hem bij zowel de roof in Laren als die in Leerdam. Wat voor man is die Niels? Hij is een hele intrigerende verdachte. Hij is eigenlijk gewoon een beroepsboef. Hij is geboren in Parijs, alhoewel je daar echt niks meer van hoort. Hij praat echt plat Amsterdams. Hij zei bijvoorbeeld vandaag ook, ik heb er echt geen reet mee te maken. En het is echt een beroepscrimineel die eerder is gepakt voor zware delicten. Veel vermogensdiefstallen, maar ook wapens en drugs. Is er ook al voor veroordeeld, toch? Hij heeft ook al in de gevangenis gezeten daarvoor? Zeker, hij is meermalen veroordeeld. Bijvoorbeeld voor een grote roof in Gouda. Hij is ook vrijgesproken van een schilderijenroof, waar wel DNA is aangetroffen, maar uiteindelijk was het onvoldoende om hem veroordeeld te krijgen. Maar het is wel een man met een verleden. Hoe zat de verdachte erbij vandaag? Hij zei plat Amsterdam dat hij er niks mee te maken had. Wat verhouding had hij verder? Het is een hele grote vent, een hele imposante vent. Een van de verhalen van mede criminelen die hem kennen is dat hij in de baaiers ook kampioen opdrukken was. Het is echt een hele imposante grote vent. Hij heeft tot nu toe zich altijd beroep op zijn zwijgrecht. Maar vandaag vertelde hij wel iets meer. Althans, hij zegt, ik heb er gewoon niks mee te maken. Ik heb het gewoon niet gedaan. Klaar. Dus, en hij vond de strafeis van 8 jaar ook belachelijk hoog. Maar het is wel, hij luistert. Alleen hij verklaart niet. Hij zegt, ik heb niks te verklaren. Ik heb het gewoon niet gedaan. Ja, ik wil bijna vragen. En nu? Want dat is geen goede zaak voor het in ieder geval weer terugvinden van dat schilderij. Nee, je merkt ook wel echt de woede. Hè? Ook bij de officier. Maar dat zag je ook eerder bij de directeur van de musea. Die zijn woest. Die zeggen van, joh, het is het recht van het publiek om te genieten van deze werken. Het is cultureel erfgoed. En een van de gek, die rukt ze van de muur. En vervolgens worden ze in het circuit ingezet als ruilmiddel of onderpand bij drugsdeals. Of ze worden gebruikt als strafkorting van, oké, ik wil minder straf. En dan krijg jij dat schilderij terug. Terwijl die schilderijen horen aan een muur te hangen. En de vraag is of ze ooit terugkeren. Hè. Het kan zijn dat inmiddels er zoveel gedoe over is geweest. Dat criminelen denken, flikker het maar weg. Want straks worden wij ook nog gepakt. En je zag vandaag ook dat partijen willen een vordering indienen van miljoenen. Als schadepost. Dus niemand wil ermee in verband worden gebracht eigenlijk.